We komen de kaart ophalen die we hebben gewonnen met een VIP-arrangement. En gelijk hadden we een meet and greet met Nick en Simon. Nou, vanwege onze vier Sinfonica Rosso concert is er in de Telegraaf onder alle Telegraaflezers een actie geweest waarbij een VIP-arrangement kon worden gewonnen. Vijf winnaars zijn op dit moment hier aanwezig en wij hebben het VIP-arrangement, hun prijs, hebben wij mogen uitreiken. U krijgt in het VIP-arrangement, dames en heren, een Italiaans dinerbuffet samengesteld door topkok Herman den Blijker. Onbeperkt dranken de gehele avond, dus u kunt dus lekker laven, maar als je nog moet rijden moet je voorzichtig zijn. De beste zitplaatsen bij de show krijgen ze. Een afterparty met DJ in de VIP-ruimte. Een gelamineerde VIP-pas met een, wat dat is weet ik niet, maar optioneel. Gelamineerd, hè? En ze krijgen ook, heb ik begrepen, een gelamineerde kaart, vertel. Weet je dat wat dat is? Nee, geen idee. Ik heb ook nog helemaal niet gekeken wat er in de envelop zat, dus ik heb geen idee. Ja, dat is dan een net iets chiekere kaart dan een normale VIP-kaart. Zie ik hem nu dan, de gelamineerde kaart? Is dat er misschien? Ik denk dat dit de gelamineerde kaart is. Ja, hij kan ook tegen water dan. Die kaart. Dus als het begint te regenen, dan die gelamineerde kaarten, die houden het gewoon heel lang vol. Mocht dat dak niet genoeg zijn, dan hebben zij die kaart nog. Ik citeer even de spits van gisteren. Of het nu een tv-programma, een supermarktreclame is of een nieuw album, alles wat Nick en Simon aanpakken, lijkt een hit te worden. Een avondvullend stadionconcert hadden ze echter nog niet geprobeerd. Maar dat de eerste van hun vier Sinfonica in Rosso concerten, bleek zaterdagavond dat het duo ook daar hun hand niet voor omdraait. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet op het hoogtepunt stoppen. Ja, wat kunnen jullie hierna nog wensen? Nou, we zijn 5 jaar geleden pas begonnen. En als je 5 jaar terug zou zeggen, over 5 jaar beleven jullie je hoogtepunt, dan zou ik niet geloven. En dat geloof ik eigenlijk nog steeds niet. Dit is een gigantisch hoogtepunt, maar ik hoop niet dat dit het was.